gek is natuurlijk ook leuk. Mensen willen ook een keer iets anders. En dat zie je dus ook gewoon. Mensen willen iets anders. En dat bieden wij. De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie heeft toch nog even 1500 leden uit hun hoed getoverd. Hoe kan dat? Ja, dat is, we hebben natuurlijk een enorme tractie op jongeren. Dat zag je ook gewoon bij de partij. Er zijn heel veel jongeren die de campagne hebben gesteund. Ja, als er dan straks een pand komt voor de jongerenorganisatie, komt daar dan ook een piano in? Nou, dat hoort wel echt bij het karakter van Forum voor Democratie. Dus ongetwijfeld. En dat wordt een hele mooie vleugel. En lavendelzakjes wellicht? Ja, misschien wel. Het ruikt wel heel lekker. Dus het is belangrijk dat het overal goed ruikt en leuk uitziet. Dus gaan we ons erin zetten. Jij hebt een hele mooie achternaam. Ja. Dieudonné. Dan hebben we Baudet. En dan hebben we Jansen. Dat hoort niet helemaal in het rijtje thuis, volgens mij. Nee, daar hebben we ook niet op gescreend. Dat is gewoon toevallig zo gegaan. Wat heeft Thierry Baudet wat andere politieke leiders niet hebben? Hij is heel uniek. En dat zag je ook gewoon bij zijn eerste reden in de Kamer, bij zijn medespeech. Die begint hij in het Latijn. Nou, dat heeft nog nooit iemand gedaan. En dat is wel een beetje gek hoor. Het is absoluut een beetje gek, maar dat is ook, gek is natuurlijk ook leuk. Mensen willen ook een keer iets anders. En dat zie je dus ook gewoon. Mensen willen iets anders. En dat bieden wij. En hij ook. Hij is natuurlijk ook wel knap. Zou jij hem doen? Nou, nee. Ik bedoel, we zijn gewoon bevriend. En ja, ik werk voor hem. Dus. Ja. Maar ik bedoel, als je hem zeg maar los van een werkrelatie, als je hem zo ziet, vind je het dan een knappe vent? Ik vind het wel knap, ja.